Hallo allemaal. Je kijkt naar de verkiezingsuitzending van het Jeugdjournaal. Over een paar dagen mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen. En zo dus bepalen wie er in de Tweede Kamer komt. Kinderen mogen niet stemmen. Maar jullie zijn natuurlijk slim genoeg om erover mee te praten. En dat gebeurt ook, deze uitzending. En misschien kun jij je ouders straks wel een stemadvies geven. We gaan vanavond spelletjes spelen. Politieke spelletjes. Maar met wie? Ons eerste spel is Wie is het? Groep 8B van basisschool Elze Hagen uit Amsterdam. Hallo. Hallo. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Begin maar met raden dan. Heeft u rood haar? Is het een vrouw? Dat is een vraag die ik hoor. Nee, het is geen vrouw. Er zitten geen vrouwen bij. Is het jammer, een donker iemand? Is het donker iemand? Ik hoorde een donkere huidskleur. Nee, ook niet. Is het rood haar? Rood haar? Rood haar? Rood haar? Ook niet. Nee. Snor of een baard? Nee, geen snor, geen baard, geen sik, geen haar op het gezicht. Ja, ze lijken eigenlijk best wel op elkaar als je dit ziet, hè? Inderdaad. En je ziet het, er zijn 6 plaatjes over. En hier zijn ze in levende lijven, de lijsttrekkers. Emiel Roemer van de SP, Geert Wilders van de PVV, Mark Rutte van de VVD, van de PvdA, Lodewijk Asscher, Sybrand Buma van het CDA en Alexander Pechtold van D66. Welkom, heren. Dit zijn de leiders van de 6 grootste partijen in de Tweede Kamer. Heren, fijn dat jullie er zijn. Allemaal. Het wordt dus een spelletjesavond. Meneer Buma, vindt u het eigenlijk leuk om spelletjes te spelen? Ontzettend leuk. Ja. En meneer Rutte, hoe fanatiek bent u met spelletjes? Zeer. Maar ik moet zeggen, met bordspelletjes en zo, zoals Monopoly, ik ben er niet zo goed in. Maar we gaan kijken hoe ver we komen vandaag. We gaan kijken hoe ver we komen. Ja. Meneer Roemer, kunt u tegen uw verlies? Nee. Echt niet? Nee, dat vind ik verschrikkelijk. En wat gebeurt er dan? Ja, dat ga ik eigenlijk niet vertellen. Maar thuis word ik dan altijd zaggerijnig en dan moet het opnieuw en dan speelt een ander vals. En eigenlijk ben ik wel heel gewoon dus. Ja, meneer Wilders, hoe is dat bij u? Ja, ik kan wel tegen mijn verlies, maar ik ben wel heel erg fanatiek ook. Dus ik ben niet altijd de leukste om een spelletje mee te doen, want ik wil heel graag winnen. Maar als ik dan verlies, kan ik er gelukkig ook wel tegen. Meneer Asscher, met wie speelt u het liefst spelletjes? Met mijn kinderen, ongeveer deze leeftijd. En doet u dat vaak? Minder vaak dan ik zou willen, maar zo nu dan lukt het. Ja. Nou, veel mannen die willen winnen. Meneer Pechtold, speelt u wel eens vals? Ja. Oeh. Nou ja, vals. Je moet soms even de omstandigheden aanpassen. Maar vanavond gaan we alles eerlijk doen. Laten we dat in ieder geval proberen af te spreken. Goed zo. Meneer Rutte en meneer Wilders, voor u is het voor het eerst dat u tijdens deze campagne samen in één programma te zien bent. Ja. Heeft u daar naar uitgekeken? Zeer. Absoluut. Zeer. Het is altijd een eer om met de premier in debat te mogen gaan. Dus ik vind dat hartstikke leuk. En voor mij altijd weer leuk om met Geert Wilders inderdaad het gesprek te voeren. Nou, dat gaan we vanavond zeker doen. Met 30 seconds bijvoorbeeld, een heel populair spel op het moment. Ja, u krijgt allemaal 30 seconden de tijd om te vertellen wat u belangrijk vindt, wat uw partij belangrijk vindt. En daarbij geldt 1 regel waar u zich aan moet houden. En dat is dat u geen moeilijke woorden mag gebruiken. Ja, nu heeft hem vast al gezien, deze enorme dobbelsteen met al uw hoofden erop. Lijkt het een beetje? Ja, ja, is wel goed gelukt, hè? Nou, en dan gaan we rollen om te kijken wie mag beginnen. En dat is meneer Pechtold. Kijk eens. Komt u maar hier staan. En dan krijgt u 30 seconds de tijd. U mag een stapje naar voren doen. Ja. Staat u goed? Ik sta prima. Oké, ga uw gang. D66 is de partij die is voor goed onderwijs. En wat is onderwijs? Dat zijn scholen. Dus klassen, die moeten niet te groot zijn, zodat iedereen aandacht kan krijgen. Degene die wat moeite hebben om te leren, maar ook degene die heel goed kunnen leren. Iedereen aandacht. En dan heeft de juf of meester het ook veel meer naar de zin. Nou, dat is ruim binnen de tijd. Ja. U heeft helemaal geen 30 seconds nodig, meneer Buma. Het CDA vindt het ontzettend belangrijk dat mensen met respect met elkaar omgaan. Thuis, op school, op het schoolplein, op straat, op het werk, maar ook in de politiek. Daar willen we aan werken. Waarden en normen noemen ze dat wel. Als we in Nederland allemaal goed met elkaar omgaan, krijgen we ook een mooier Nederland.
weer ruim binnen de tijd. Wauw, ik heb zelden politici gezien die zo kort van stof zijn, maar ze kunnen het wel. Roosmarijn, kom er eventjes bijstaan, want hoe vind jij dat de politici het tot nu toe doen? Nou, ik vind dat ze het heel erg goed doen, want ze zijn ruim binnen de tijd. En ja, ik weet nu ook veel meer over hun partij binnen zo'n korte tijd. Een complimentje voor de politici die al geweest zijn. Hartstikke goed. Jort, heb jij moeilijke woorden gehoord? Ik hoorde net iets over normen en waarden. Weet je wat dat betekent? Nee, dat niet. Maar dat was wel het enige. Meneer Buma, kunt u het uitleggen? Alles wat ik daarvoor zei. Dat je met respect met elkaar omgaat. En toen zei ik, dat zijn nou normen en waarden. Begrijp je het? Ja. Top, dank u wel. Goed, we gaan door, meneer Ascher. U mag natuurlijk ook 30 seconds vertellen wat uw partij belangrijk vindt. Ga uw gang. De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen in Nederland moet kunnen meedoen en erbij moet kunnen horen. Of je nou rijk of arm bent, wit of bruin. Ze betekent dat we eerlijk moeten delen, zodat arme mensen ook wat geld hebben. Dat er voor iedereen een goede school moet zijn, een goede dokter en een fijn huis. Maar ook dat we elkaar wat minder moeten pesten. Minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren. Dank u wel. Wederom binnen de tijd. Meneer Rutte, het is uw beurt. Ook voor u 30 seconds. En ga uw gang. Voor de VVD zijn twee dingen heel belangrijk. In de eerste plaats dat je kunt worden wat je wilt worden, waar je talent zit. En dat daar dus ook goed onderwijs voor is. Maar ook dat we in een samenleving leven met z'n allen in het mooie land, waarin je je veilig kunt voelen en waarin je er ook voor de ander bent. Waarin je inderdaad elkaar niet pest. En als iemand in de problemen zit, dat je dan ook bereid bent om die ander te helpen. Dat we met z'n allen er verder ook een heel mooi land van maken. 5, 4. Hij was al klaar. Oh. Goed, dat wel. Dat willen we niet mee. Ja. Wouter, meneer Rutte vertelde net als laatste wat belangrijk is voor zijn partij. Wat vind jij belangrijk in de politiek? Ik vind het milieu belangrijk, want als ze niet zuinig mee doen, gaat de aarde kapot en dan gaan wij het ook niet overleven. Hele goeie. En jij, Younes? Zorg, want iedereen verdient een gezond leven. Top. Nou, heren, misschien kunnen jullie er iets mee. Meneer Wilders, u mag ook 30 seconden vertellen wat belangrijk is voor de PVV. Ga uw gang. De Partij voor de Vrijheid, de naam zegt het al, is voor een vrij Nederland. Een trots Nederland. En ook een land waar iedereen veilig in kan zijn. Jong en oud. Maar ook een land waar we goed zorgen voor onze opa's en oma's. En een land dat zorgt voor veilige grenzen. Dat we weer zelf de sleutel krijgen van onze voordeur, net als bij jullie thuis. Zodat we zelf bepalen wie binnen mag komen en wanneer een gast weer naar huis moet gaan. 3, 2, 1. Dit waren uw 30 seconden. Dank u wel. Meneer Roemer, het is uw beurt voor 30 seconds. De SP is een hele sociale partij. We willen het ook een beetje eerlijker verdelen. En punten die voor mij heel belangrijk zijn, is dat we een beetje op onze ouderen letten. Een beetje goede zorg voor ouderen. Maar ook dat we op onze planeet letten. We hebben er maar één. En heel belangrijk, meer juffen en meesters voor de klas. Zodat jullie als kinderen allemaal wat meer aandacht krijgen. Zodat je echt een vak kunt leren. Dank u wel. Nou, u heeft zich alle zes keurig aan de tijd gehouden. Ja, we hadden er bijna 20 seconds van kunnen maken. Ja, alle... is het spel niet. Dus, ja, ja, nee, 30 seconds, inderdaad. Alle lijsttrekkers hebben laten weten wat hun partij belangrijk vindt. Maar er zijn meer partijen die meedoen aan de verkiezingen. Oh ja. We gaan scrabbelen. 28 politieke partijen doen er mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD, is de partij met de hoogste letterwaarde. Veel partijen hebben het woord partij in hun naam. De Partij voor de Vrijheid, de Socialistische Partij, de Partij voor de Dieren en, kende je deze al, de Piratenpartij. Andere partijen doen het zonder, zoals GroenLinks, de ChristenUnie en DENK. Ook worden vaak afkortingen gebruikt, ook bij de partijen van onze gasten. VVD, PvdA, CDA, SP, PVV en D66. Ja, dat was nog lastig met die cijfers op dat letterbord. Dat is lief. Ja, we weten nu al heel wat van de partijen, maar de kinderen hier die willen het ook graag wat persoonlijker maken. Ze hebben vragen voor u. Ja, en met persoonlijk bedoelen we ook echt persoonlijk, heren. Dus zet jezelf schrap, zou ik zeggen. Sammy, voor wie is jouw vraag? Aan Pechtold. Hoeveel verdient u per jaar? Dat is best veel.
zou niet eens weten. Ja. Iets meer dan 100.000 euro. Wat vind je daarvan? Meer dan mijn moeder in ieder geval. Wat zei je? Meer dan uw moeder, ja. Of ja. Meer dan zijn moeder, ja. Maar dan moet ik nog wel belasting betalen, hè? Net als iedereen. Ja, ja, natuurlijk. Besma, voor wie is jouw vraag? Ik heb een vraag aan Simon Buma. Wat is je lievelingssport? Mijn lievelingssport is wielrennen. Wat vindt u daar zo leuk aan? Heerlijk er even uit. Nu hangt mijn fiets nog in het schuurtje. Maar als het even iets beter weer wordt, pomp ik de banden weer op. En dan ben ik zo weg en dan ben ik er ook even helemaal uit. En Saika, je hebt een vraag over het uiterlijk van meneer Rutte, hè? Ja, wat vindt u mooi aan uzelf? Oei, dat is een moeilijke keuze. Nee, ik denk mijn haar. Vind jij dat ook mooi, meneer Rutte? Gaat hij lachen? Nee. Ik vind het leuke vragen. Ja. Kai, wat wil jij weten? Ik heb een vraag aan Lodewijk Asscher. Speelt u ook computerspelletjes? Ja, dat doe ik ook wel eens. En speelt u die dan ook met uw kinderen? Nou ja, zij laten dus zien in Clash Royale. En in welke arena. Dat spelen jullie ook volgens mij, of niet? Ja, ja. Ja, ik zie het. Ja, dat is het dan. Okay. Kennen jullie niet, hè? Nee. Wat wil jij weten van meneer Roemer? Ik heb een vraag voor Roemer. Bent u wel eens jaloers op andere lijsttrekkers? Nou, ik ben over het algemeen niet zo heel gauw jaloers. Maar ik heb wel vaak dat ik vind dat ze het best wel goed doen. En dan denk ik, dan vind ik dat toch wel knap. Weer een complimentje. Wauw. Ja, van meneer Wilders is al bekend dat hij, al jarenlang streng beveiligd wordt. En daar wil jij eens over weten, Madelief. Wat zou je als eerst doen als je weer veilig over straat kunt? Ik denk dat ik dan mijn auto, die ik al heel lang niet meer gebruikt heb, zou pakken. En helemaal in mijn eentje gewoon een stukje zou gaan rijden. En daarvan genieten. En waar zou je dan naartoe gaan? Maakt helemaal niets uit. Het gaat om in die auto zitten en een stukje gaan rijden. Oké, goeie vragen jongens. Als je een spelletje speelt, dan gelden er regels. Ja, we gaan het nu hebben over de spelregels in de politiek. Het is hier best gezellig, toch? Hoe jullie nu zo met elkaar staan. Heeft u het naar uw zin? Zeer. Absoluut. Ja. Mooi zo. Maar ja, zo gezellig is het natuurlijk niet altijd. Als jullie bijvoorbeeld campagne voeren of in de Tweede Kamer, dan gaat het er soms best hard aan toe. Het is verdorie van begin af aan. Echt, zo kunnen we niet werken. U maakt Nederland helemaal kapot. Daar ga ik zelf over. Maar ik vind het echt naïef. Ik zou zeggen, schaam je. Maar er is maar één nep fractie en dat bent u. Maar zo komen we geen meter verder. U bent echt knettergek. Maak het iemand anders wijs. Gaan blaten wat u wil. Van A tot Z. Met deze falende premierbehoefte. Waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Hoe moet je allemaal aankomen? Ja, jullie staan allemaal een beetje te lachen. Maar in het filmpje doen jullie toch ook wel boos naar elkaar. Meneer Pechtold, is dat nou altijd echt? Ja, maar ik denk dat het wel goed is om te weten dat we ook heel erg goed met elkaar kunnen omgaan wanneer we niet in dat debat zitten. Maar in dat debat mag je ook best laten zien waar je verschilt. Maar als we jarig zijn, sturen we elkaar gewoon een sms'je, hoor. Ja. En heeft u wel eens spijt van de dingen die u zegt, meneer Pechtold? Nou, toen ik net in de politiek zat, was ik iets onzorgvuldiger. Maar ik weet dat als je een verkeerd woord gebruikt, een grof woord, dat iedereen het dan daarover heeft en niet meer over wat je nou eigenlijk bedoelde te zeggen. Dus u doet dat nu ook niet meer? Ik probeer dat te beperken. En ja. Als u dat doet, zegt u dan sorry? Kunt u dat? Nou, Rutte kan dat het best, maar ik kan het ook wel. Okay. Dus je kunt nog wat leren van meneer Rutte. Nou, dat is ja, mooi. Ik kan nog heel veel leren van meneer Rutte. Meneer Wilders, heeft u wel eens spijt van de dingen die u zegt? Nou, weet u, ik zeg wel eens dingen van ik denk, had je dat niet anders kunnen zeggen? Maar ik heb nooit spijt, want spijt, je kan niks met spijt. Nee. Dus wat je doet, is dat je dan de volgende keer soms wat minder hard, soms ook wat harder, het gaat twee kanten op. Voorbeeld? Nou, ik heb niet echt voorbeeld. Nee. Nee, het spijt me. En vindt u dat politici alles over elkaar mogen zeggen? Nou, ik vind wel dat ze heel veel over elkaar moeten kunnen zeggen. Het moet niet een hele tirade worden van allemaal scheldwoorden, maar dat je als je een keer echt boos bent, en ik denk dat wij allemaal geen toneelspel spelen als we spreken, dan moet je ook echt kunnen zeggen wat je vindt. Dus ik zou het liefst willen dat je af en toe, als je boos bent, dat je het ook moet laten zien in je woorden. Dat moet kunnen, want anders zijn we iets dat mensen snappen er thuis helemaal niks van als we alleen maar een dure woorden praten. Meneer Asscher, u heeft 3 kinderen, hè? Ja. 5, 8 en 9 jaar, ja. Als ik het goed heb. Ja. Zij zien natuurlijk ook de dingen die in dat filmpje gebeuren. Wat vinden zij daarvan? Nou, zij vinden dat ik heel erg mijn best moet doen. Dus mijn aad zei, je moet Geert Wilders echt vet dissen. Nou ja, dat gaat volgende week pas gebeuren. Dus, maar ze leven heel erg mee met wat we doen.
Oké, en als je het hebt over de spelregels in de politiek, zoals we het nu over hebben... Ja. Is er dan een verschil tussen een beetje plagen en echt pesten? Vind ik wel. Ik vind dat je, of je nou in de politiek bent, of thuis, of in de klas... dat je respect moet hebben voor andere mensen en dat je dat ook moet laten zien. En komt pesten in de politiek voor? Ja. Ja? En dat dissen waar u het dan over heeft, wordt dat dan plagen of pesten? Nou, als je het goed doet, en ik denk dat we dat ook allemaal proberen... dan laat je de verschillen zien, maar dan probeer je niet iemand persoonlijk aan te pakken. Want iedereen die hier staat, die doet zijn best. Dat geldt voor alle collega's. Alleen, soms denk je, de ander heeft het helemaal verkeerd. Dus ik wil dat het echt anders gaat. Dan mag je ook best een beetje boos zijn. Ja. Meneer Roemer, moeten politici altijd het goede voorbeeld geven, vindt u? Ja. Ja? Doet u dat zelf ook? Ik probeer mijn best te doen. Maar je staat natuurlijk wel in een arena, heet dat af en toe ook wel eens. En dan ben je heel erg bezig met een debat, met die discussie met elkaar. En ik denk dat iedereen ooit wel eens een keer overkomt dat je denkt van... oeh, dat ging wel heel hard. Of juist de andere kant op. Was ik nou maar wat eerder opgestaan, want ik had daar wel iets kunnen zeggen. Dus het is altijd spannend of je op het juiste moment het juiste doet. Maar ik vind altijd, politici zijn het voorbeeld, niet alleen voor de kinderen, maar voor het hele land. En dat moeten we ons altijd blijven herinneren. Ja. Op school leren kinderen dat ze niet mogen pesten, maar ook dat ze niet mogen buitensluiten. Ja. U wilt niet samenwerken met de VVD, heeft u gezegd. En de andere partijen willen ook niet samenwerken met de PVV, dat willen u ook niet. Is het dan voor politieke partijen anders dan voor kinderen? Nou, het mooie van de politiek is dat je met een aantal partijen in de regering gaat zitten. Maar dan heb je ook nog partijen nodig die in de oppositie gaan zitten. En dat gun ik ze heel erg. Ik vind het heel fijn als deze twee partijen in de oppositie zitten. Dat ze ons erg in de gaten kunnen houden. Dat ze scherp kunnen zijn of het wel goed genoeg doen. En dan gaan wij dit keer in de regering zitten. Vind ik wel mooi verdeeld. Oké, goed. Meneer Buma, u bent van het CDA. Een christelijke partij. Maakt het geloof voor u verschil in hoe u omgaat met uw collega's? Ik vind dat het voor iedereen hetzelfde moet zijn. Dat je gewoon goed met de anderen omgaat. En dan probeer ik zelf op te letten. En ik denk alle collega's, of je christen bent, moslim of niet iets gelooft... dat iedereen zal vinden dat je goed met een ander om moet gaan. Oké, en lukt dat u altijd? Ik doe mijn best. Oké, u komt nog wel eens met kritiek over uw collega's, over andere politici. Maar kunt u zelf eigenlijk echt kritiek? Nou, ik moet je zeggen, als je dit vak doet... dan is de eerste les dat je om moet kunnen gaan met kritiek, ja. Oké, dus u vindt dat u er goed mee om kan gaan? Nou, ik hoop het wel, ja, dat vind ik wel, ja. Meneer Rutte, wat vindt u het ergste dat een van de heren hier over u heeft gezegd? Oei. Nou, ik eerlijk gezegd schiet me niet meteen iets te binnen. Het gaat soms wel er fel aan toe natuurlijk. Maar Alexander Pechtold zei het mooi. Die inhoud, dus waar we het over hebben, over het onderwijs bijvoorbeeld... of ziekenhuizen, daar kunnen we soms heel erg over van mening verschillen. En dan mag je elkaar ook fel aanpakken. Maar dan hoef je elkaar nog niet te haten, omdat... Simon Buma of Lodewijk Asscher en ik van mening verschillen... hoef je nog niet een hekel aan de persoon te hebben. En precies wat net gezegd werd, onderling mogen elkaar graag. Maar inhoudelijk zijn er natuurlijk hele grote verschillen. Stel, u mag een spelregel invoeren... waardoor politici met meer respect met elkaar omgaan. Wat zou u doen? Een spelregel dat we met meer elkaar nog meer laten uitpraten. Want dat is natuurlijk wel een punt... dat we soms erg door elkaar heen spreken. Ja. En dan is het voor de mensen die het thuis proberen te volgen... is er niet meer uit te komen. Niet meer duidelijk. Ik zit hier bij Roos en Adam. En Roos heeft een vraag. Ik heb een vraag voor Pechtold. Wat doet u als er uitgescholden wordt op Facebook of Twitter? Als ik uitgescholden word? Ja, dat vind ik niet leuk. Ik leer er wel mee om te gaan. Maar het komt ook wel binnen. En wat ik de laatste tijd, mijn kinderen zijn nu 12 en 13... vooral vervelend vind, is wanneer mensen vrij hard over mij zijn. Omdat ik denk... Ja, dat lezen mijn kinderen ook. En die hebben er niet voor gekozen. Want ook zij worden er dan wel eens op aangesproken. En gebeurt dat vaak, dat je wordt uitgescholden op de social media? Ik vind eigenlijk elke keer te vaak. Maar ons allemaal overkomt dat bijna elke dag. Adam hier heeft ook een vraag. Wat vinden jullie... een vraag aan alle lijsttrekkers. Wat vinden jullie goed aan elkaar? Dat is een hele goede vraag. Wat vinden jullie goed aan elkaar? Ja. Zie je hem, pak de dobbelsteen. Inderdaad. En dan gaan we weer dobbelen om te kijken wie als eerste wat aardigs over de ander mag zeggen. Hij dobbelt wel heel ver door. Meneer Wilders, aan u de eer. En dan gaan we het rijtje af. En dan mag u beginnen bij meneer Roemer. Meneer Roemer is een man met lef. Wat je ook van zijn ideeën vindt, hij staat er. Hij staat er al jaren. Hij brengt het met passie en overtuiging. Ik ben het vaak met hem eens, nog vaker niet. Maar hij heeft wel lef. Nou, zo te zien vindt meneer Roemer het een mooi compliment. Zeker. En dan mag u doorgaan naar meneer Pechtold.
Meneer Pechtold die is heel erg vasthoudend. Hij heeft ideeën in de politiek. En dat lukt hem niet altijd om dat de eerste keer voor elkaar te krijgen. Want in de politiek moet je altijd meerderheid halen. En dan moet hij wel eens wachten en dan wordt hij ongeduldig. Maar hij houdt wel altijd vast en vol. En dan zul je heel vaak zien, als je volhoudt, dat je uiteindelijk toch iets voor elkaar gaat krijgen. En dat doet hij knap. Hartstikke mooi. En dan mag je door naar de buurman, meneer Pechtold. Ik zit even te denken. Kijk, politici laten niet vaak iets van zichzelf zien. Maar heel lang, elke keer, twitterde Buma over zijn konijn. En dat vond ik zo leuk dat hij dat liet zien. Maar het konijn is dood. Ja. Dus we gunnen hem wel een nieuw konijn. Ah, dat vind ik aardig. Ja. Ik weet niet of dat het helemaal een compliment was, maar... Dat hij persoonlijk is. Ja, 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 ja. Dat is de kracht van Pechtold. Ja. Ja. Ja, even de moeilijk. Meneer Buma, gaat hij door? Maar het konijn kijkt van boven naar ons allemaal. Nou, Lodewijk Asscher. Ja. Waar ik gewoon bewondering voor heb. Jij bent net begonnen als leider van de Partij van de Arbeid. En meteen krijg je zo'n verkiezingscampagne. En ik herken dat. Want 4 jaar geleden was ik net begonnen en meteen die campagne. En dat is een hele moeilijke taak, een hele moeilijke baan. Want je moet eigenlijk net beginnen. En dat doe je ontzettend knap en daar heb ik grote bewondering voor. Nou, dat is mooi. Hartstikke aardig. Gaat u verder, meneer Asscher? Ik vind het leuk dat ik iets over Mark Rutte mag vragen. Want ik heb 4 jaar lang met hem samengewerkt. En hij is een hele aardige collega. En wanneer is iemand nou een aardige collega? Als hij rekening met je houdt. Dus bijvoorbeeld, ik woon zelf in Amsterdam. Dus vind ik het heel fijn om thuis met de kinderen te kunnen eten en ze nog in bed te kunnen stoppen. Dus dan zei Mark Rutte, weet je wat? Dan gaan we wel vergaderen wat later op de avond in Amsterdam. Dan hield hij dus rekening met mijn kinderen. Nou, dan ben je echt een aardige collega. Hartstikke mooi. Wie van je? Ja, zeg maar. Over Geert. In de eerste plaats, Geert heeft, dat veel meer dan je op tv zou denken, humor. Hij kan ontzettend lachen. Je kunt ontzettend grappen met elkaar delen. En het tweede is, wij zijn het niet altijd eens. Sterker nog, we staan heel vaak juist tegenover elkaar. En dan probeert hij mij wel eens onderuit te halen. En soms probeer ik terug iets te doen. En als dat dan een keer lukt, hè, als ik eens een keer iets doe in zijn richting, dan kan hij ook wat zo mooi heet incasseren. Hij kan ermee omgaan. Dan krijg ik daarna een sms'je van hem. Je had me mooi te pakken. En dat vind ik leuk, want dan is het allemaal niet te zwaar. Want die inhoud is al zo zwaar. En dan hou je het persoonlijk goed. Ja, hartstikke goed. Mooie complimenten, heren. Dank u wel. We gaan weer scrabbelen. Elke partij heeft een lijsttrekker. Hij of zij staat bovenaan de lijst op wie gestemd kan worden. De lijsttrekker is meestal de bekendste van het stel. En dus een aandachttrekker. De bedoeling is dat hij niet alleen de aandacht trekt, maar ook kiezers. Of een lijsttrekker aantrekkelijk moet zijn, niet per se. Kunnen die 6 lijsttrekkers hier antwoord geven op vragen die voor kinderen een makkie zijn? Oh jee. We gaan het testen in de quiz. En daarvoor gaan we 2 teams vormen. Ja. Gaan we weer met de dobbelsteen gooien om te kijken wie mag beginnen. Daar komt ie. En het is spannend. Ja, meneer Buma. U mag 2 mensen kiezen met wie u de quiz gaat spelen. Zegt u het maar. Nou, dan ga ik gewoon met de buren de quiz spelen. Zo werkt dat dan toch? Ja, weet u het zeker? Ja. De Dassen. Ja, de Dassen. De Dassen zonder regen. Ja. Ja. Inderdaad, Kijk. De Dassen. Dan zijn de niet-dassers, die zijn team 1. En jullie mogen dan bij het belletje gaan staan. En dan zijn jullie automatisch team 2 dan. Ja, weet u het antwoord op een van de vragen? Druk dan zo snel mogelijk op de bel. Maron en Megan hier, zij houden de score bij. En dat doen ze met zetels. Helemaal in stijl van de Tweede Kamer. U wel bekend. Vraag 1 gaat over een spelletje dat voor hysterische toestanden zorgde. Pokémon Go. Iedereen komt ineens buiten en iedereen doet hetzelfde spel en daardoor maak je ineens heel veel contact met elkaar. Iets dat niet echt vaak voorkomt met spelletjes. Ja, excuses heren. Ja, ja, meneer Asscher, u zei het antwoord al, maar ik drukte niet. Dus u moet wel echt eerst drukken. Dus... Maar wij drukten wel. Ja, jullie drukten maar wel. Maar jullie weten het antwoord. Wat is het antwoord? De Pokémons. Ja, eigenlijk is het Pokémon Go. Ja, dat hadden wij. Fout. Maar in de voorsmond wordt het dan. Ik keur het goed. De voorzitter kinderen moeten goed kiezen. Heren. Ja hoor. Een zetel erbij voor team 2. Team 2. De volgende vraag. Een liedje van de groep Broederliefde was dit jaar heel populair. Let op, welk woord is weggebliept? Ja, er wordt al gedrukt, maar we gaan... Hij moet nu antwoorden. Hij moet nu antwoorden. Er wordt een woord weggebliept. Let op. In welke? Want we komen uit de... Ja, we komen uit de... Lobby. Ja, er werd al gedrukt door team 1. Meneer Asscher, die wist het. Je moet me niet schreeuwen. Faikon Lobby.
Oh, ja, dat is wel een hit van Broederliefde, maar... Ja, maar dat is hem niet. Dat is niet het juiste antwoord. Nou, zij weten het. Weet jij? Nederland. Nederland is het antwoord van team 2. Waar ga je heen? Nederland. We gaan kijken of het goed is. Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle. Nou, tellen we goed. Tellen we goed. Nederland, de jungle, ja. Emiel Roemer vindt het goed. Vinden jullie het ook goed, jongens? Nee. Deze ronde. Nou, ik heb het geprobeerd, Mike. Sorry. Ja. Ik heb mijn best gedaan voor je. Deze kans bij vraag 3. En die luidt. Welke beroemdheid kreeg de meeste likes ooit op Instagram? Ja. Nee. Justin Bieber. Goeie gok, maar helaas. Nee. Beyoncé. Nee. Heel goed, meneer Pechtold. Ja. Weet je dat? Kijk, en dit is ze. Weet je dat? Ja. En ze is zwanger hier. Ja. En voor een extra punt... Vindt u het mooi, meneer Pechtold? Ja, prachtig. Ja, hè? Ja. Een bonuspunt. Hoeveel likes waren dat dan? Meneer Pechtold was volgens mij iets eerder. Ik geloof iets van 20 miljoen. Dat is niet goed. U mag nog een kans wagen. Ik dacht 15 miljoen. Komt al in de buurt, maar het was 10 miljoen. Dus helaas... Ja, wij zitten dichterbij. Nee. Helaas geen punten. Maar we krijgen voor Beyoncé toch wel een punt? Ja. Ja, ja. Een zetel, toch? Ja, voor team 1. Ja. Ja. Een zetel voor team 1 erbij. Ja, we wel blij voor. Terug in de wedstrijd, jullie. Ja, het is spannend. 1-1 is de stand. We gaan naar vraag 4 en we gaan weer even kijken naar een filmpje. Het geeft aan dat de AW 65... Waar de normale man en vrouw, Henk en Ingrid in Nederland... Ik kan niet geacht worden dat ik zaken uit... Als je een referendum hebt gehouden... De prognose die zegt als je niks doet... Dat moeten we veranderen, dat is, daar kunnen we andere keuzes in maken. Het is wel leuk, ja. Het ja, jullie zien er goed uit hoor, jullie kunnen het hebben. Deze, vinden jullie niet? Ja, was weer eerst. Ja, dat ziet er mooi uit. U had al gedrukt. Hey, u had al gedrukt, sorry. Welke app is hier gebruikt? Snapchat. Snapchat. Jongen, goed, hè? Jongen. Team 2, een punt. Goed dat, man. Ja. Top, hoor. Ja. Team 2. Jullie liggen voor, maar team zonder de dassen, kom op, hè? Jullie kunnen het. Ja, ja. Wie is uitgeroepen tot populairste DJ van de wereld? Chesto. Is dat uit? Martin Garrix. Oh jee, doe maar. Probeer maar. Afgoed. Ja, zegt u het maar. Martin Garrix. Ja, hartstikke goed, meneer. Goed zo. Dat was van hun, hoor. Een zetel erbij voor team 1. Ja, volgende vraag. Het gaat snel. Let goed op. Freek Vonk is gebeten door een... Haai. Ja. Haai. Een riffhaai was het. Jongens, we gaan voor een bonuspunt. Een tempo maken hier. Ja, een bonuspunt. Maken. Een beetje alert, knap, jongens. Bonuspunt. Hoeveel hechtingen had hij? 10. 0. Hij had er rond de 100 na gebeten. Ja, zo. Die haai of... Ja, wel een stelletje. 100 hechtingen. 100 hechtingen. Hoe is de haai eraan toe? Ja. Met de haaien gaat het goed, hebben we begrepen. Okay. Ja. Foto's niet gezien? Sporters, popsterren en zelfs de koning. Iedereen doet de dep. Oh, sorry. Zo, er is nog geen vraag gesteld. Ja, sorry. Meneer Rutte, je bent inderdaad heel van het koning. U gaf het zelf al aan. Ik dacht dat je dat hebt geen vragen. Nee. Maar u mag hem wel eventjes doen als u een vraag heeft. Nee, dat hebben wij van tevoren besproken. Dat als dat zou moeten, dat dan de heer Roemer dat namens... Oké. Maar dat hoeft niet. Ik zal de vraag eventjes afmaken. Wie in het volgende filmpje doet het goed? Oké. Beetje. Wel al gedrukt. Ja. B. Wel al gedrukt. Helaas, zij drukte eerder, zegt u het maar. B. We gaan het even aan onze kenners vragen. B, klopt dat? Ja! Hartstikke goed. Puntje erbij voor de dassen. Team 2 dus. We gaan naar vraag 8 en daar schakelen we de hulp in van Basma. Kom erbij. Daar komt Basma aan. En Basma heeft een dienblad met een aantal attributen daarop. Ik zie een ananas. Welk liedje wordt hier uitgebeeld? Hoe een appel, een ananas. Een ananas. Er liggen ook pennen. Dat is een appel. Ai. Pennen, appel. Geen idee. Jullie hebben het gaat om een liedje. Gemist. Het liedje was inderdaad een grote raadje. Het was echt een hit. En jullie kennen hem allemaal, denk ik. Drukken, hè? Ja, we gaan kijken waar het liedje... Weten jullie het? Ja, zegt u maar. Oh, wij weten het. Pineapple pen. Pineapple pen. Meneer Roemer heeft het goed. Dat kwam van heel diep. Ja. We gaan kijken of het goed is. Pineapple pen. I have a pen. I have an apple. Geweldig. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Ja, kent u het allemaal? Als u het zo... u het dan? Ja, dat ik dat niet wist. Ja. Ik ken het niet. Wat vindt u van het liedje?
Nou, dat tot nu toe kan ik de tekst dan wel volgen, hoor. De tekst is te volgen. Ja. Ja. Goed, vraag 9. Wel... Het heet al voor meneer Roemer, was hij er al bij? Ja, heel goed. Ja. Mooi, ja. Mooi. Ja. Moeten we... Simon? Kom op, hè. Welk speelgoed ontploft in het volgende filmpje? Oh! Ja. Ja. Wat is dat dan? Het was een heel voorzichtig belletje. Ja. Maar meneer Rutte, u heeft gedrukt. Ik kan op rijden. Hupplepup, Oxford. Nee, dat nou? Ja, zoiets, Oxford. Oxford. Een Oxford is goed. Ja, het heeft meerdere benamingen. Bijvoorbeeld ook een hoverboard. Maar Oxford is goed. We keuren het goed. Een zetel erbij voor 10. Nee, het mag niet meer. Ze zijn verboden. Oh, ja, en dan... Meteen weggenomen. Nee. En dan zijn we bij de laatste vraag. Dus de stand laat al zien wie de winnaar van deze quiz is. Maar we gaan toch de laatste vraag ook nog doen. Kijk. Voor de eer. Ja. Een pose aannemen, bevriezen en daar dan een filmpje van maken. Het was een rage en we gaan weer kijken naar een filmpje. Ja, dat heet. Hoe noemen we dit? Ja, meneer Ascher had al gedrukt, hè? De mannequin challenge. De mannequin challenge is helemaal goed. Een zetel erbij voor team 1. Maar... Joris, die zei het al, ja. Team 2 heeft gewonnen met de dassen. Ja, applaus. Het is een gave. Gefeliciteerd. Ja, jij was ook goed. Ja. Ondertussen eventjes volgende week krijgen. Ja. Heel sportief. Door, gefeliciteerd. Ja, en nu we het toch over de mannequin challenge hebben, laten we die gewoon gaan doen en bevriezen. Ja. Iedereen er klaar voor? Haha, gelukt. We gaan door met het volgende spel. We gaan kwartetten. Ja, deze verkiezingscampagne wordt er veel gepraat over de gezondheidszorg, het milieu en vluchtelingen. Dat zijn dus belangrijke thema's. En daar gaan we het tijdens dit spel over hebben. Heren, u mag zo meteen 1 kaart kiezen uit 1 van de kwartetten. En daar krijgt u dan korte tijd voor om te vertellen wat uw partij vindt van dat onderwerp. Ja, en daarna mag een van de andere lijsttrekkers daarop reageren. En we beginnen met het kwartet gezondheidszorg. Of je nou een beugel moet of een gipsverband, het valt allemaal onder de gezondheidszorg. Ook de jeugdzorg voor kinderen met problemen hoort daarbij. Een groep die nu veel aandacht krijgt zijn ouderen. Help je die het beste in hun eigen huis of in een verzorgingstehuis? De zorg kost veel geld, daarom letten politici goed op de kosten. En kijken ze ook hoe je kunt voorkomen dat mensen ziek worden. Preventie heet dat. Meneer Buma, u mag beginnen. Welke kaart uit het kwartet gezondheidszorg kiest u? Ja, dan kies ik toch natuurlijk voor de jeugd. Wat wilt u daarover vertellen? Het is voor de jeugd, voor iedereen, belangrijk dat je als je ziek bent geholpen wordt. Maar nog belangrijker is dat je voorkomt dat je ziek bent. En daarom vinden we bewegen en sport zo ontzettend belangrijk. Als je ziek bent, moet het zo zijn dat voor kinderen altijd de zorg gratis is. Ja, ja, oké. Okay. Meneer Pechtold, ik ga naar u. Nou ja, kijk, je hebt voor kinderen natuurlijk, als je naar een kind naar de huisarts moet, dan, of naar het ziekenhuis, is het helemaal niet erg. Maar je hebt soms kinderen... die voor langere tijd in de problemen zijn. En er zijn zelfs kinderen die een tijd of voor langere tijd het huis uit moeten. En wat ik wil, is dat de mensen die daar komen helpen, dat die niet allemaal langs elkaar werken. Maar dat ze samenwerken om dat kind te helpen. Samenwerken. Meneer Buma, is dat een idee voor uw partij misschien? Dat is een ontzettend goed idee. Gaat u me daarbij helpen? Nou, wat mij betreft moet iedereen elkaar hier helpen. Kijk. Ja, meneer Rutte, u bent aan de beurt een kaart te kiezen. Welke kaart kiezen? Ja, ik had de kaart... preventie gekozen. U kiest wel preventie. Kijk, het is heel belangrijk voor jullie dat jullie gezond opgroeien. En daar heb je eigenlijk 2 dingen voor nodig. In de eerste plaats dat je beweegt. Dus dan je moet kunnen sporten. Want bij sporten blijf je lijf gezond. Maar leer je ook omgaan met winst, met verlies. Bouw je vriendschap op. En het tweede is dat je gezond eet. En dan kunnen de scholen weer een goede rol in spelen. Dat ze daar geen vette
kroketten en frikandellen verkopen, maar liever gezond eten. Ik geef zelf nog les, 2 uurtjes op mijn school in de week, op middelbare school. En daar is ook in de kantine zijn ze overgeschakeld van het vette eten naar het gezonde eten. En je ziet gewoon dat de kinderen meer energie hebben en fitter zijn als ze naar school komen. Volgens mij heeft u in meneer Buma een medestander wat, ja. Wat dit betreft. Meneer Ascher, bent u het eens met wat meneer Rutte zegt? Ik ben het daarmee eens. Alleen ik denk dat je ietsje meer rekening moet houden met het feit dat sommige mensen heel weinig geld hebben. Ja. En als je dan naar sport moet of je moet de club betalen, dan is dat heel lastig. En dan vind ik eigenlijk dat je wat meer moet doen voor mensen die het arm hebben. Zodat ze juist allemaal kunnen sporten, zodat ze allemaal gezond kunnen leven. Want daar gaat het nu vaak mis. We zien dat rijke mensen in Nederland vaak gezonder zijn dan arme mensen. Dus ik vind dat het eerlijker moet eigenlijk. Ja, meneer Rutte, vindt u eens? U bent het daarmee eens? Ja, vindt u dat de politiek zich inderdaad moet bemoeien met de manier waarop bijvoorbeeld kinderen leven? Nou ja, daar gaan de ouders over. Hè. Jullie ouders moeten dat natuurlijk goed opvoeden, zodat je gezond wordt. Dat je die dingen kan doen. Maar kijk, Lodewijk Ascher en ik, wij samen zitten nu in het kabinet op dit moment. En we hebben ook heel veel extra geld uitgetrokken dat juist ook kinderen op een gezonde manier ouder kunnen worden. En dat ook sport en bewegen daar onderdeel van kan zijn. Dus dat vind ik inderdaad heel belangrijk. De overheid, dus de politiek, kan daar best wel wat aan doen. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk je ouders en wat je thuis meekrijgt, dat is de kern. Ja, je hoorde het net al in het filmpje. Zorg kost veel geld. En een groot deel van wat de regering uitgeeft gaat dan ook naar de zorg. Meneer Roemer, welke kaart wilt u? Nou, laten we daar maar gelijk bij blijven. De kosten. De kosten. Ja, vertel. Nou kijk, wat wij allemaal heel belangrijk vinden is dat iedereen naar de dokter kan als het moet. Dan moeten we met elkaar dan ook allemaal betalen. Maar alleen is er nu iets heel raars. Ze hebben afgesproken dat als jij ziek bent en als je bij de huisarts bent geweest en je moet daarna naar het ziekenhuis, dan krijg je daar in één keer een extra rekening voor. Ik vind dat een beetje een boete als je ziek bent. Dat vind ik heel raar. Hetzelfde als jullie in de klas, dat de juffrouw iets heeft uitgelegd en je snapt het niet. En dan zeg je tegen de juf, wil je nog even 1 keer uitleggen? En dan zegt de juf, ja dat wil ik wel, maar dan moet je betalen. Ja, dat vind ik zo raar. Nou, dat vind ik in de gezondheidszorg, bij de zorg, kan dat ook niet. Je kunt er namelijk niks aan doen dat je ziek wordt. Dus dat eigen risico noemen ze dat, dat extra betalen als je naar de dokter moet, dat wil ik afschaffen. En gewoon met z'n allen, met de belastingen, betalen wij alle doktoren in Nederland. Ja. Meneer Rutte, is het te betalen wat meneer Roemer wil? Ja, op zich zou het kunnen, maar het kost heel veel geld als je dit gaat doen. En dat betekent dus, hè, jullie ouders die hebben een verzekering. Hè, dus je koopt als het ware een verzekering waardoor je naar het ziekenhuis kan, naar de dokter kan. En dan wordt ofwel die verzekering wordt duurder als je dit zou doen. Ofwel, je ouders als ze werken gaan ook belast betalen, ook belastingen. Dan gaan de belastingen omhoog. Hè. Dus je moet het wel ergens uit betalen. Dus meneer ik zou Roemer, zeggen, waar wilt u het is niet gratis. Betalen? De minister-president die vergist zich. Laat ik het even zo laten zien. Stel dat wij met z'n drieën ziek worden, dan betalen wij met z'n drieën die extra boete. Wat ik nou zeg is, wij kunnen er niks aan doen dat we met z'n drieën ziek worden. Dus wij blijven het gewoon met z'n zessen betalen. Dus het wordt niks duurder. Ik verdeel de kosten alleen wat eerlijker. Duidelijk. Dank u wel, meneer Roemer. Er is nog 1 kaart over in het gezondheidszorgkwartet. Ja, en meneer Wilders, die wilde u graag de kaart. Ja, de kaart ouderen. Ouderen. Absoluut. Wat wilt u daarover vertellen? Nou, vergeleken met jullie ben ik eigenlijk al heel erg oud. Maar er zijn nog veel oudere mensen. Denk bijvoorbeeld aan jullie opa en oma's die jullie hebben. En ik vind het erg belangrijk dat die een goede zorg krijgen. Als je ouder wordt, dan kan je moeilijker lopen, je kan slechter zien, je kan moeilijker luisteren. En dat betekent dat je hulp nodig hebt. Dat je mensen nodig hebt, verplegers, verpleegsters, die jou helpen omdat je het niet meer kan, omdat je ouder bent en je vrouw of je man ook ouder worden. En wat ik nou zo oneerlijk vind, is dat er heel veel van die mensen, die oudere mensen helpen, ja, dat die zijn ontslagen. Er zijn minder mensen om opa en oma's te helpen. En ik vind dat we er opnieuw voor moeten zorgen dat er meer mensen komen om een goede zorg voor al die opa en oma's in Nederland die het niet meer zelf kunnen omdat ze te oud zijn. Voor meneer Roemer is de zorg ook een heel belangrijk punt. Ja, meneer Roemer, gaat u meneer Wilders helpen wat dit betreft? Ja, bij dit punt zijn we het samen heel erg eens. Al die opa's en oma's die hebben heel hard gewerkt de afgelopen jaren en die verdienen respect van de politiek. Dus op dit punt zijn wij het heel erg eens. En dat is wat u betreft? Absoluut. Okay. Het volgende kwartet is klimaat. Eerst weer een filmpje. De aarde warmt langzaam op. Volgens veel deskundigen is dat de schuld van de mens. Ze zeggen dat we zuiniger moeten leven. Maar hoe doen we dat? Welke energiebronnen gebruiken we? Vooral aardgas en kolen of liever windmolens en zonnepanelen?
Hoe gaan we om met het verkeer? Bouwen we nieuwe autowegen of liever fietspaden? Wat doen we met ons afval? Zijn er spullen die we opnieuw kunnen gebruiken? Voor een gezond klimaat is natuur ook heel belangrijk. Voldoende bossen bijvoorbeeld. Ik ook zo. Ja. Ja, meneer Ascher, u mag natuurlijk ook een kaart kiezen uit dit kwartet. Ik kies de natuur. Ga je gang. Jongens, kijken jullie naar Freek Vonk? Ja. Dan zie je hoe prachtig de wereld is en wat een mooie natuur er is. En ik vind dat we daar met z'n allen een beetje zuinig op moeten zijn. Want als we niet oppassen, dan verdwijnen al die prachtige dieren. En daar kunnen wij wat aan doen, door afspraken te maken, dat we zuiniger zijn met energie. Maar daar kunnen we ook zelf wat aan doen. Mijn oudste zoon die is, toen hij daarover hoorde, opeens gestopt met vlees eten. Omdat hij merkte dat dat slecht was voor de natuur. Ik zou het heel goed vinden als we nou de komende tijd met z'n allen afspraken maken om al die mooie dieren te redden, zodat je lekker buiten kan spelen. Maar ze ook allemaal zelf ons best doen. Meneer, wat vinden jullie? Ja. Nou, de kinderen die zeggen ja. Nou. De vraag is of dat meneer Buma dat ook wil. Afspraken om de natuur te redden. Het is ontzettend belangrijk om afspraken te maken. Dus ik ben het helemaal met Lodewijk Ascher eens wat dat betreft. Ik vind wel dat we bij die afspraken moeten opletten dat we als Nederlanders en als oude en jonge mensen ook moeten kunnen blijven eten. Dus er moet ook een plek zijn om je vee rond te hebben lopen, je koeien voor de melk, je groenten en die aardappels te verbouwen. Dus dat hoort er wel bij. Ook plek voor de boeren, zegt u dus? Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Meneer Ascher, wat vindt u daarvan? Dat vind ik een heel goed punt. Maar ik denk wel dat het heel erg helpt als die boeren de dieren op het land laten en als ze het op een manier doen dat je toch de planeet en de aarde zoveel mogelijk redt. Want we weten ook, boeren zijn superbelangrijk, want die zorgen voor ons eten. Maar als zij ook zuinig omgaan met de natuur, dan kan de planeet langer mee. Dus laten we die afspraak dan ook meteen maken. We hebben nog één kwartet en dat is het kwartet Vluchtelingen. Vorig jaar probeerden honderdduizenden vluchtelingen Europa binnen te komen. Het leidde tot extra bewaking aan de grenzen en tot discussie over wat het beste is. Vluchtelingen opvangen in de buurt van hun eigen land of ze door laten reizen naar bijvoorbeeld Nederland. Hoe zorg je ervoor dat vluchtelingen mee gaan doen? Integratie heet dat. En moet je jonge vluchtelingen extra kansen geven met een kinderpardon? Ja, meneer Pechtold, u wilt een kaart uit dit kwartet. Welke kaart kiest u? Ja, integratie. Integratie, wat wilt u daarover vertellen? Nou, in het filmpje zat al een beetje meedoen. En dat geldt niet alleen voor vluchtelingen, maar dat geldt ook voor kinderen waarvan de ouders of zelfs de opa's en oma's ergens anders geboren zijn. Voor mij betekent dat meedoen dat je gaat naar school, je zoekt daarna een baan en heel belangrijk, je houdt je aan de regels, dat noemen we de wetten, in dit land. Maar daarbinnen mag je helemaal jezelf zijn. Je mag geloven wat je wil, je mag zijn wie je wil en je mag ook, in tegenstelling tot heel veel andere landen, zeggen wat je wil. Meneer Wilders, u bent het vaak niet eens met meneer Pechtold. Is dat wat dit betreft ook zo? Nou, als mensen hier, of het nou kinderen zijn of volwassenen zijn, moeten ze natuurlijk integreren. Maar mijn punt is dat, kijk, als ik vandaag een wens zou mogen doen, dan zou ik wensen dat alle mensen en alle kinderen in de hele wereld veilig en gelukkig zijn. Alleen Nederland is een klein land. Wij kunnen niet alle kinderen en alle mensen van de wereld in ons land opvangen en laten integreren. Dus wat ik wil zeggen is dat ook heel veel andere landen moeten een verantwoordelijkheid nemen. Dat gebeurt nu te weinig, dus het idee is sympathiek, maar wij kunnen eenvoudigweg niet alle kinderen van de wereld in Nederland opnemen en laten integreren. Dat zouden we misschien willen, maar dat kan niet. Meneer Pechtold? Ja, ik kijk anders daartegen aan dan collega Wilders. Want als je kijkt naar landen waaruit gevlucht wordt, in die buurlanden, is soms 1 op de 4 mensen komt uit een land waaruit ze gevlucht zijn. En in Nederland is het een heel klein beetje. En dan bedenk ik, mijn zoon die zit in de klas en daar kwam in september een jongen uit Syrië, Abdullah. En hoewel we vaak denken, wat komen die mensen doen? De hele klas, iedereen vond het fantastisch om ze te helpen. En ze leerden heel snel Nederlands en ze deden mee. En dat vind ik het allerbelangrijkste wanneer, ja, bedenk je zo, stel dat jouw huis wordt weggebombardeerd, dan hoop je ook dat je ergens terecht kan. Goed, dit was het kwartet. We gaan weer verder met Scrabble. En nu komt er van alles over zetels op het bord. Bij verkiezingen gaat het om zetels. Zetels zijn eigenlijk stoelen. De stoelen die in de Tweede Kamer staan. Alle partijen hopen op zetelwinst. Want hoe meer zetels een partij heeft, hoe meer die te zeggen heeft. Niet gaan zitten slapen dus tijdens vergaderingen.
Ja, nou, de kinderen hier in de studio die vallen zeker niet in slaap, toch jongens? Nee. Nee, ze hebben weer scherpe vragen voor u. Bent u er klaar voor? Nou. Ja, we beginnen met Dylan. Dylan, jij hebt een vraag voor meneer Ascher. Wat vindt u van president Trump? Ik vind hem een beetje raar. Want ik vind dat hij een beetje schreeuwt. Hij praat altijd een beetje zo. America first, America first. Dus ik hoop dat hij, nu hij echt president geworden is, ietsje meer gaat nadenken over wat hij doet. En zorgt dat iedereen in Amerika mag meedoen. Stel wat vind jij van president Trump? Wat vind jij van president Trump? Nou, in het begin vond ik hem wel redelijk goed met de muur. Dat vond ik wel een redelijk goed idee. Maar bijvoorbeeld die racistische dingen en seksistische dingen niet. Die vond ik niet goed. Oké, okay, Nina. Je wil graag iets weten over de vrienden van meneer Wilders, hè? Ja. Wie is uw beste vriend in de Tweede Kamer? Mijn beste vriend in de Tweede Kamer? Ja, ik denk dat dat een collega is van mijn eigen fractie. Een Kamerlid van de PVV. En ik denk dat ik dan, want die heeft ook heel veel humor en die, ik zie hem vrij vaak, dan zou ik, ja, je kent hem waarschijnlijk niet, maar dan zou ik Barry Madlener kiezen. Een iemand die in Rotterdam ook voor Pim Fortuyn zijn partij vroeger heeft gewerkt en die nu een hele goede vriend is in de Tweede Kamer. Robin, je hebt een vraag voor meneer Rutte. Ja, wat is uw ergste nachtmerrie? Mijn ergste nachtmerrie is dat er in Nederland een aanslag zou plaatsvinden. En we werken er dag en nacht aan met duizenden mensen van de politie, van ons leger. De mensen die heel goed kijken wat er allemaal op internet gebeurt om dat te voorkomen. Oké. Okay. Boas, jij hebt een leuke vraag. En die is voor meneer Buma, hè? Ja, was u toen u kind was ook al geïnteresseerd in de politiek? Ja, ik kan mij toch van heel lang geleden herinneren dat ik het volgde. Wat wilde jij toen worden, Simon, toen jij klein was? Nou, meneer Rutte, toen wilde ik architect worden. Maar in het filmpje van het CDA zeg je dat je premier wilde worden. Ja, dat is in het filmpje van het CDA. Ah. Dat klopt. Nou, maar hoeveel dus man niet waar te doen, want ja, de lijsttrekkers gaan zichzelf elkaar gewoon vragen stellen. Van meneer Roemer is ook, u staat er ook onbekend dat u veel van muziek houdt. Ja, en daar heeft Marijn een vraag over, toch Marijn? Oei. Wat is uw lievelingsmuziek? Ja, mijn lievelingsmuziek is heavy metal. Ja, hele harde muziek, Metallica en zo. Daar ga ik echt helemaal uit mijn dak. Ja, daar hebben we een fragmentje van. Echt waar? Mijn hemel. Echt waar? Dat is fantastisch dit. Doe even mee. Kijk, kijk. Ja, helemaal super. En Marijn, wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het vooral hard. Vooral hard. Ja, ja, nee. Nou, ik luister er zelf ook wel eens naar. Ja, dus kijk, maar ik zag er een heleboel die inderdaad heel goed nadeden, hoor. Ja, complimenten. Precies. Helemaal goed. Badder zit hier naast me. Jij bent benieuwd naar het liefdesleven van meneer Pechtold, hè? Ja, op wat voor type meiden valt hij eigenlijk? Wat zeg je? Op wat voor type meiden valt hij? Mijn eerste echte vriendinnetje kwam uit Maastricht. En het was een heel mooi meisje, maar ik vond die zachte stem, dat vond ik heel erg mooi. Heel romantisch antwoord. Jongens, ik vind dat jullie hele goede vragen hebben gesteld aan absoluut de lijsttrekkers. Ja. Ja, we gaan nog één spel spelen. Ezeltje Prik. En vanavond in een speciale variant, Torentje Prik. Ja, wie komt er het dichtst in de buurt van het torentje? Het kantoor van de minister-president. En heren, hierbij mogen jullie natuurlijk niet zien waar je prikt. Dus we hebben iets moois voor jullie liggen. Jullie mogen het alvast eventjes uittesten en lekker opzetten. U ook, meneer Buma? Ja, dat ziet er goed uit. Oh. Kijk. Wacht even, kunt u ook al hebben. Hartstikke mooi. Ja. En dan gaan we dobbelen om te kijken wie mag beginnen. Meneer Pechtold mag beginnen. Nou. Kom erbij. Ja. Dan hebben we twee kinderen die u gaan ronddraaien. Dus gaat u maar hier staan. Oh, mijn hemel. Bij het prikketje. En dan mogen jullie meneer Pechtold twee keer ronddraaien. Robin en Boris. Waar is dat bord dan? Ja. De kinderen zetten u neer zodat u recht voor het bord staat. En dan mag u naar voren lopen. Ja, komt u maar naar voren. Ja? Komt u naar voren, komt u naar voren. We zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Een klein tikje naar links wellicht. Goed. Ja, en u bent er bijna. U bent er bijna. U bent er bijna. Nee, u mag ja. Ja, en u bent voor het bord. En hij is geprikt.
Hij is geprikt, dicht in de buurt van het torentje. Vicepremier is ja. Ja. Buma's beurt. Nou, die draait als een tierenlier. Daar komt goed. Ja, komt u maar, hoor. Je moet hier maar wel vertellen waar ik... Ja, nee, mag het zelf proberen. Ik ben nog 1,5 meter van het bord af. Je bent er bijna. Oeh, en er wordt heel spannend geprikt. Want meneer Buma is ook heel dicht bij het torentje. Het is de beurt aan meneer Ascher. Gaat u gang, Boris. Robin. Of 3 keer. Hoe dat eruit ziet. Ja. Ja, komt u maar, meneer Ascher. Ja. Ja. Als u rechtdoor loopt. Oh. Naar links. Naar links. Naar links. Naar links. Meneer Ascher, u gaat de verkeerde kant op. Ja. Ja, u gaat dus rechtdoor. Een beetje naar rechts. Nu staat u recht voor het doel. Rechtdoor. Ja. En u mag nog iets naar voren. Daar zien we een deur. En een directeur van Mouden. Ja. Ja. Meneer Rutte. Ja. Hij wordt in ieder geval directeur van het Maurits. Zo, yes. Even kijken hoor. Ja hoor, we zijn nog maar een keer. Volgende. En komt u naar meneer Rutte? Naar links. Andere kant, meneer Rutte. Ja. U bent er bijna. Oh. Meneer Wilders, tada. Kunt u nog dichterbij komen? Ja, ja, het wordt een beetje vol. Even van het beetje, hij wil niet. Ja. Ik had een voordeel. Nou, Boris en Robin draaien goed. Je mag recht naar voren. Je mag recht naar voren. Geef links, naar links. Een beetje naar rechts. Links, links, links. Dicht in de buurt van de anderen. Ja. Kijk. Maar ik moet wel zeggen, er wordt volgens mij wel een beetje vals gespeeld hier. Want de rest voelt waar de magneetjes zitten. Ja, 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 ja. Nee hoor. Meneer Hoekman, je speelde altijd eerlijk, hè? Ik speelde bijna altijd eerlijk. Oké. Het is de beurt aan meneer Roemer. En jullie mogen hem weer omdraaien, jongens. Oké. Ja, dan gaat een rondje. Ja. Nog een rondje, heel goed. Ja, nog een extra rondje. Oh, dat gaat de verkeerde kant op. Ja, rechtdoor. U mag rechtdoor. Komt u rechtdoor, heel goed. Nee, u bent er bijna. Nou, u zoekt wel de gezelligheid op. Nou. In de buurt van de anderen. Heel goed. Dank jullie wel. Heel knap. Ja, het is duidelijk. Meneer Rutte prikt het dichtst bij het torentje. Ja. Jongens, kom er maar bij. Jullie kunnen de winnaar feliciteren. En misschien kunnen de anderen een klein beetje troost gebruiken. Ja, meneer Rutte heeft torentje prik gewonnen. Maar wie wordt de winnaar van de verkiezingen? We gaan het zien. Over 4 dagen is het zover. En mag er gestemd worden voor de Tweede Kamer. Dank aan alle lijsttrekkers. En dank ook aan de kinderen van basisschool Elzenhagen. En jullie thuis, bedankt voor het kijken. Doeg!